grote krullende zwarte hond begint te blaffen. Iedereen draait om in de richting van de nieuwkomer. Een vijftiger van normale lengte met een zwarte hoed op kan met zijn hond. Rustig, dit zijn goede mensen. En de hond wordt stil. Haha, Jasper, schreeuwt Charles. Kom hier, wil je wat roken? De beroemde Amsterdamse kunstenaar Jasper nadert de groep. Schmidt staat van zijn boomstam op, steekt zijn hand uit en stelt zichzelf voor. Schmidt! Chagrijnig neemt Jasper diens hand. Hij kijkt naar de grote pijp die Charles met hasj aan het vullen is. Hiermee, geef het aan de meester. Charles overhandigt hem de pijp. Jasper gaat op een boomstam zitten en neemt de pijp aan. Charles pakt een fonkelend stuk brandhout en steekt de pijp ermee aan. Jasper neemt een diepe trek, rolt met zijn ogen en neemt nog een haal. Charles, dit is eerste klas stof. Kashmir, zegt Schmidt. Ja, alsof je Jasper dat moet vertellen, lacht Charles. Jasper is een anti-roodmagier, fluistert de gebaarde kleine man direct tegen Schmidt. Oh, Schmidt doet alsof hij dit voor het eerst hoort. Ja, hij is de belangrijke man van de provo-beweging, gaat Dirk verder. Wat is dat? Vraagt Schmidt. Intellectuele anarchisten. Jasper staat op en begint om het kamfer heen te dansen. Anderen volgen hem en een groot kabaal doet zich voor. Jasper legt zijn wijsvinger op zijn lippen. Iedereen kalmeert. Jasper heft de pijp omhoog naar de donkere wolken. O, jij rode hoer van hashish en marihuana. Ik bied deze rook aan u aan. Geef ons regen. Meteen begint het om hen heen te plensen. Zien jullie dat? Juicht Jasper. De hemel heeft mijn gebed verhoord. Jullie dwaze liefhebbers die in G.O.D. geloven. Jasper! Sir Charles, ben je gek? Stop die regen. Weer neemt Jasper een diepe trek van de hash. Terwijl hij rond het vuur begint te dansen, begint het nog harder te regenen. Ik kan er niets meer aan doen, zegt hij. Mijn magie werkt maar één keer. Iedereen lacht en rent weg voor de regen naar de keet van Siggy. De privédetectives sluipen behoedzaam het donkere Romanenkamp binnen. Grote kampvuren branden hier en daar. Geschreeuw en gejoel van de bebrande nomaden echoen door het kamp. Als de privédetectives de woonwagen Breda naderen, zien ze een petroleumlamp branden en horen ze pianomuziek. Dr. Troublemaker constateert dat de Canadees wakker is. Hij besluit hem later te bezoeken. Hij legt een wijsvinger op zijn lippen als teken aan zijn partner om kalm te blijven en wijst naar Charles' grot. Ze sluipen verder. Een stel mannen en vrouwen staan voor Charles' hol. Iedereen behalve Charles en een behaarde, vrij grote persoon is elegant gekleed. Hoewel hij er slechts zo'n 20 meter vandaan is, herkent Dr. Troublemaker twee mannen uit de groep. Die met de hoed is Robespierre, fluistert hij. Weet ik, fluistert Johan terug. Je kent hem, vraagt Dr. Troublemaker benieuwd. Ik ken ze allemaal, zegt de Nederlandse inlichtingenman opschepperig. Dit is mijn grondgebied, nietwaar? Wie is die man met het lange haar? Dat is de koning. De koning? Vraagt Dr. Troublemaker zich af. De pacifist uit Eindhoven. Zo, dat is de koning. Die militaire straaljagers met een bijl saboteren. Ja. Ik was even bang dat het bij toeval Johannes de Doop was, die hier in de naam van Christus gekomen is om te onderhandelen met de antichrist, zegt Dr. Troublemaker gekscherend. Johan had zijn hand voor zijn mond en kan nauwelijks zijn lach verbergen. Je bent altijd in voor een geintje. Niet altijd. Wie is die langere magere vent? Weet ik niet. En net schep je op dat je iedereen kende, zegt Dr. Troublemaker plagerig. Johan is geïrriteerd door die opmerking. Ah, ik ken hem genoeg. De magere met de neus van een adelaar is een goede vriend van mij, grapt Dr. Troublemaker. Het hoofd van jouw rode jeugd. Ik ben niet van de rode jeugd. Maar weet je wel wie Lucien van Hoesel is? Johan knikt. Ik heb van hem gehoord, maar nooit persoonlijk ontmoet. In dat geval moet je goed kijken. Johan begint te bibberen. Is dat weer een geintje? Dr. Troublemaker wuift met zijn hand. Deze keer niet. Wat is er? Waarom ben je zo bang? Maar hij is een terrorist. Dr. Troublemaker schudt zijn hoofd. Hij is 50-50. Dat begrijp ik niet. Geloof me, hij begrijpt het ook niet. Vertel me dan. Lucia is IDB. Ach,
100%. We hebben elkaar bij dezelfde klus ontmoet. Mijn god. Dr. Troublemaker klopt zijn metgezel op de schouder. Shh. En wie is die grote kerel? Dat is een advocaat. Een advocaat? Een nomadische advocaat. Aha. En die dame? Wie is ze? Johan glimlacht. Ze is Martins minnares. Inspecteur Martins? Nee. De Martin die bij Roy op bezoek komt. Ik heb geen idee voor wie het hebt, zegt Dr. Troublemaker. Johan wijst in het donker ergens heen. Ik ben er zeker van dat je hem kent. Hij woont daar aan de overkant van Roy's boot. Je maakt wel eens een grapje dat je zijn huis in brand ging steken. Martin van der Ha. Maar, wie zegt dat het maar een geintje is? Ik weet dat je grapjes maakt, zegt Johan met een rustige stem. Weet je wie Martins minnares is? Dr. Troublemaker legt zijn vinger op de grond. Op zijn mond. Psst. Wie is ze? Ze is de voorzitter van de lokale pacifistische politieke partij hier in Amsterdam, fluistert Johan. Dealers financieren die. Dat verbaast me helemaal niet. Dr. Troublemaker geeft Johan een teken om dichterbij te komen. Beide speurneuzen kruipen op hun buik langs een dijk. De duisternis verbergt ze. Als ze minder dan 10 meter van de groep verwijderd zijn, kunnen ze in duidelijk het gesprek beluisteren. Charles, schreeuwt Robespierre, je moet Amsterdam een tijdje verlaten, zodat Dr. Troublemaker gearresteerd of gedood wordt. De privédetectives kijken elkaar aan. Dr. Troublemaker tuit zijn lippen. Hij wil er middenin springen en Robespierre een flinke pak slaag geven, maar hij houdt zich in. Beide detectives spitsen hun oren. Charles lijkt te protesteren. Dr. Troublemaker is geen slechte schozer. Zie je wel, fluistert Dr. Troublemaker het oog van zijn compagnon. Dr. Troublemaker is niet zo'n slechte gozer. Alleen als hij slaapt, moppert Johan. Probleem is dat Dr. Troublemaker nooit slaapt, grapt Dr. Troublemaker. Hij betrapt ratten op hete daad. Ha ha ha, grapt Johan. Dr. Troublemaker houdt zachtjes zijn hand voor Johans mond en gebaart hem door te gaan met fluisteren. Dr. Troublemaker is gevaarlijk, zegt de koning. Charles protesteert. Dat is niet waar. Robespierre komt tussen beiden. En wat als die hond alles te weten komt? Ik heb geen zin op mijn oude dag achter de tralies te moeten zitten. Onzin, je bent paranoïde, zegt Charles rusttoornig. Dr. Troublemaker weet niets. Robespierre omhelst Charles. Charles, ga alsjeblieft zo snel mogelijk hier weg. Is morgen oké? Nee, Charles. Waarom die haast ineens? Ons is doorgegeven dat die klootzak waarschijnlijk terug naar Amsterdam komt. Ik zal Marlene en Roy informeren, zegt Martins minnares. Breng de drugs naar een andere plaats, schreeuwt Robespierre. Wie weet, misschien heeft die bloedhond dat ook al ontdekt. Ik denk het niet, roept de koning. Hij is alleen geïnteresseerd in wie de explosieven verbergt. Dat zijn Johans drugs, zegt Martins vriend. Wees niet bang. Als die hoerenzoon ons verklikt, zullen we zeggen dat de drugs van hem zijn. Ha ha ha, lacht Robespierre. De speurneuzen handelen in verdovende middelen. Ah, mijn schoonheid. Dat is een goeie van je. Aha, denkt Dr. Troublemaker. Dus het is echt waar dat Johan drugs verstopt heeft op Roy's boot. Dat gespuis. Hij wil zijn compagnon ter plekke klappen geven, maar weet zich weer in te houden. Hij graapt de revers van Johans jas en zegt met een rustige stem. Wat hoor ik nou? Ik zal het je uitleggen, stottert Johan. Dr. Troublemaker laat Johan los. En slecht humeurd gebaart hij hem zich terug te trekken. De speurneuzen kruipen weer terug en staan op naar ongeveer 30 meter.